Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u vanuit een rommelig Suriname, waar het uh, niet bekend is of de regering er morgen nog zal zijn. Elke dag kan de laatste zijn. Het wachten is eigenlijk op iemand die de handdoek in de ring gooit, maar dat is heel erg moeilijk. Want, beste vrienden, op het moment dat die handdoek door die regering in de ring wordt gegooid, zullen er een aantal mensen springen, zweven, zoals wij het noemen in Suriname, om die handdoek op te pakken zonder te weten wat ze ermee moeten doen. Of we gaan terug in dezelfde ellende. Waar we uitgekomen zijn. Mijn beste vrienden, we zijn in serieuze problemen. Het is zaterdag 29 april 2023. Ja, de SLM uh, was in staking. Gisteren is die staking uh, gebroken door de uitspraak van de rechter. C47 en CLO, die gaan. Uh, dinsdag in staking. Gezondheidszorg is een gigantisch probleem. De mensen waren op straat met Duizend man, de leerkrachten waren op straat, komen op straat. Hun zaakjes zijn niet geregeld. Bij hun moet het duidelijk zijn dat de president is gaan dokken. Hij is niet tevoorschijn gekomen op een afspraak die hij zelf had gemaakt. En de mensen zijn met een kluitje het bos ingestuurd. door het feit dat uh, gezegd wordt door de andere president. <laughs> Ik bedoel niet de VP, want de VP telt in deze regering niet. Ik bedoel, uh, hoe heet die man? Uh, die, ah, Albertus van Jeruzalem. Die ene man, de ene minister die een ambassade zou openen in Jeruzalem. Ja, er werd gezegd: jullie zijn geen, 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 geen stichting. Dus we gaan een uitzondering maken voor jullie. En uh, dan kan je naar het ministerie gaan en dan gaan we een paar dingetjes regelen enzovoort. Beste vrienden, die jongens en die meisjes weten niet wat ze moeten doen. Ze zitten met hun handen in hun haar. Dat klopt. Dus de regering is een gigantisch probleem. Want, ja, voordat die leerkrachten bij... Uh, het kabinet van de president zich hadden aangemeld, was ook Ramadin, de minister van Volksgezondheid, gaan dokken voor de mensen die de uh, Aronstraat hadden bezet en keken naar het gebouw van Volksgezondheid, wat er overigens verschrikkelijk uitziet. Maar goed, die minister is gaan dokken. Dat is de eerste actie van die minister waarbij hij openlijk heeft laten zien: hij is een lafaard. Deze minister hebben we genoemd Frankenstein, omdat in, onder zijn bewind een aantal baby's zijn doodgegaan in het ziekenhuis, het AZ-ziekenhuis. Mijn beste vrienden, in Nederland of in een ander land was die minister al lang opgedonderd. Hij had een, schot onder, een schop onder zijn, een schop. Onder zijn kont gekregen en hij was niet meer teruggekomen. Niet geschikt voor elke job. Maar we gaan verder. Actiegroep Komenwijnen heeft zich gemeld met borden. Die mannen zien het niet meer zitten. En weet je wat? Het centrale punt is: mensen kunnen geen eten kopen, ze kunnen geen brood kopen. Dus u moet voorstellen dat de criminaliteit blijft stijgen. En de mensen die denken nu, van we gaan het oplossen met, met, met zitten in gevangenissen, schieten neer en zo. Daarmee bedwing je de criminaliteit niet. De criminaliteit is het gevolg van een slecht sociaal-economisch beleid in het land. Als je dat niet verandert, blijft de criminaliteit gewoon stijgen. Dus de virus ja, beste vrienden. Mensen uit Mungo, die gillen verschrikkelijk mee. Die scholen zien eruit. Het, lijkt, het zijn erger als kippenhokken in de regen. Weet u hoe een kippenhokker eruit ziet in de regen? Het is nou erger dan een varkenstal. Beste vrienden, Mungo geldt. Het kan niet meer. Ze pikken het niet meer. Tegelijkertijd, uh, u eet dit al van de koers, hè? 41. 1 op 41. Dus, hoe. Moeten die mensen doen. Gemiddelde salaris van de leerkracht, 7000 tot 8000 SRD. Tegelijkertijd is de armoedegrens opgetrokken tot 8000 SRD. Er... Beste vrienden, die smile is er, maar het is de onderstreping van de wanhoop die er heerst in het land. Daarom zeg ik u man. Ministers en VP De VP bijvoorbeeld, die heeft geen enkele zeggenschap. Hij is eigenlijk is hij in de regering en buiten de regering. Hij is gewoon bezig om propaganda te maken om ervoor te zorgen dat zijn partij meer ziet... Stemmen kan halen en dus meer zetels kan halen in het parlement. En dat terwijl we op dit ogenblik bezig zijn met een kiesregeling die nog niet klopt. Niemand heeft nog gekozen voor die kiesregeling, want het probleem van die kiesregeling is dat iedereen het zoekt in zijn eigen voordeel. Dus de kiesregeling is pas goed wanneer het in jouw voordeel gaat werken. Nou, laten we eerlijk zijn, het constitutionele hof was gewoon recht toe, recht aan. One man, one vote, one value. Dat is dat ding en dat is ook een oplossing voor Suriname. Echt waar, het is een oplossing voor Suriname. Want er is één kiesdeler voor heel Suriname en er is één kiesdistrict voor heel Suriname. Dus iedereen kan meedoen. Het is niet alleen in het voordeel van de grote partijen. Maar dat heb je een probleem toch? Dat nou een probleem waarom men zoekt naar allerlei manieren en wegen om het te ontduiken... ...en om iets anders in de plaats te zetten voor datgene wat het constitutionele hof eigenlijk echt heeft bedoeld. One man, one vote, one value. Dat is dat ding. Jullie nou beste vrienden. Man, er is een, dreig, er is een dreigende spanning in uh, Brokopondo de een zegt, ja, het meer lekt. De ander zegt, nee, het lekt niet. De ander zegt, weer dat ding is onder controle enzovoort. Beste vrienden, laten we er niet op wachten tot dat ding echt gaat bossen. Want dan is heel Suriname in één gigantisch probleem. En dan ga je horen dat mensen beginnen met hulp vragen en hulp, doen. hulp, 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 daar, hulp, komt. A money for a hulp. Hé, laten we het hebben over de mensenlieve trouwens. Pamekin, je hoort er nooit, maar ze had ineens een stem, een beetje tuur van het DNA, die heeft gevraagd wat er gebeurd is met die 3 miljoen US dollar die door Japan geschonken was aan Suriname om de watersnood, de vorige, uh, een beetje te verlichten. Wat er met het geld is gebeurd, dat weet op dit ogenblik niemand. Er wordt vermoed dat er andere dingen mee gedaan zijn dan die overlast van het water bestrijden. Beste vrienden, wij zijn uh, echt bezig. Deze zaterdag is een hele mooie zaterdag om u te vertellen dat al die problemen die zijn opgenomen... plus nog vele meer die niet zijn opgenomen... dat die overschaduwd worden door het feit... dat de president 20 miljoen SRD heeft uitgetrokken... voor de feesten in verband met de, de, het herdenkingsjaar toch. Eh. Beste vrienden, ziet u iets wat ik ook zie... Ik hoop het, want het is niet netjes. Het is zo patja patja. Mensen komen niet meer uit. Die lijst is lang, die lijst is breed, die lijst is groot. Daarom zeggen we u. Te wo wo jo Dang wo si pe amor hoe zeg je het Nederlands? Wanneer de markt over is, dan gaan we zien waar de visserij, de morserij en de rotzooi is. Want zolang ze die markt bevolken, bedekt iedereen zijn eigen ding. En afvroeg ik Vurgo Morofara, beste vrienden, op het moment dat deze regering uh, de handdoek in de ring gooit, ontstaat er een run op de macht zonder om te weten hoe je dat land gaat besturen. Want een nieuwe ideologie, een nieuw concept van denken, een nieuwe roadmap heeft zich nog niet aangediend. En u bent niet eens in staat op dit ogenblik te kiezen voor. Een kieswet, een kiesregeling die rechtvaardig en democratisch is en de hele Suriname uit de rotzooi kan helpen. Waar het nu in verkeert. Beste vrienden, wij dansen op een slapkoord. En ik moet u zeggen, wij hebben een regering van doxa, van alasma. Ik bedoel, Parramaribo, groet je met een grond. Op deze zaterdagmorgen, devoel rustig. Noem ik krap. Noem ik krap. Ik kom bij u terug met. Me. Wat gebeurt er nadat die regering op zijn smololoog is gevallen? te vrienden tot later. ha ha ha